Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 17 juni. Het wordt een mooie dag vandaag met flink wat zon en in de loop van de dag ook wat stapelwolken. Aan zee zien we momenteel nog wel wat wolkenvelden, maar die gaan geleidelijk aan verdwijnen. Vanochtend is het zo'n 17 tot 18 graden en waait er een zwakke tot matige wind uit het zuiden. En vanmiddag loopt de temperatuur verder op en dan wordt het zomerswarm in het binnenland zo'n 25 tot 27 graden. Aan zee is het 24 graden, maar dan steekt er wel een zeewindje op en dan gaat het iets afkoelen. Vanavond is het ook rustig weer. De temperatuur blijft lang boven de 20 graden en de wind die neemt geleidelijk aan af. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. In het binnenland kan het 28 graden worden, misschien op een enkele plek wel 29 graden. Opnieuw zijn er flinke zonnige perioden en ontstaan er wat stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, er is slechts een kleine kans op een onweersbui aan het eind van de middag. Woensdag is die buienkans veel groter, het wordt dan ook nog wat warmer, zo'n 25 tot 30 graden. Maar zoals gezegd, er kunnen wel stevige onweersbuien vallen. En vanaf donderdag is de warmte weer verdreven, het is dan zo'n 20 tot 22 graden, met vooral op donderdag nog een paar flinke buien.